gewoon helemaal vol. Ja. Wij helemaal denken wat we gaan nemen is gewoon vol. Het is vol met zo'n leuk logootje in het klein of zo. En mensen worden hier een beetje onrustig. Heb je dat nog nooit geprobeerd? Ga het echt eens proberen, want het is echt heel lekker. Ik ben heel benieuwd hoe jullie zoiets noemen. Ik heb geen idee. Ik zit echt... Ik denk er nu echt zoveel over na dat ik het gewoon echt helemaal niet weet wat ik nu houd. Goedemiddag allemaal, het is vandaag dinsdag en welkom weer bij een nieuwe weekvlog. Ik zou eigenlijk gisteren ook al vloggen natuurlijk, want deze weekvlog begint altijd op maandag. Alleen ik was gisteren niet helemaal fit, dus ik heb besloten om toen gewoon even niet te vloggen. Maar ik pak hem vandaag weer op. Wij komen net terug van het strand en ik heb een badpakje aan van My Girly Today. En deze zit echt super chill en ik vind het ook een heel leuk kleurtje voor als je nu wat bruiner bent. Zometeen ga ik nog even zwemmen, want Feline is hier ook en Duke is hier ook en Rosa is al bij het zwembad. Dus ik ga zo nog even zwemmen en dan ga ik douchen, want we gaan vanavond weer lekker in Sint-Maxime eten. Ik wil namelijk eerst pizza's ophalen bij een hele goede pizza tent, zeg maar, die hier vlakbij zit. Het is eigenlijk een soort van busje die pizza's maakt. En normaal gesproken is het even zondag en maandag dicht. Alleen vandaag dacht hij ineens van, nou weet je, plakken nog 3 dagen vakantie achteraan en is hij gewoon nog steeds dicht. Dus daar konden we helaas niks ophalen, dus we gaan dus lekker eten in Sint-Maxime. Ik ga zo even douchen. Nou, eerst dan nog zwemmen. Dan ga ik douchen, aankleden en onderweg naar Sint-Maxime. Als je trouwens bij deze weekvlog nog geen pluimpje omhoog gedaan hebben en ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, doe dat dan even. En heel veel plezier met kijken naar deze nieuwe weekvlog. We zijn weer in het mooie Sint-Maxime en ik ben hier met Feline. En mensen kunnen jou wel kennen van de video waarin ik dus een dag lang eten ging eten wat de persoon voor mij bestelde. Ik zal wel even linken hier het ietsje waar je wilt checken. We gaan nu eten bij een restaurantje waar we heel vaak hebben gegeten deze vakantie. En het eten daar is echt geweldig. En wat ga je bestellen als je zo'n beetje de reviews van ons gehoord hebt? Ik denk kipburger. Ik ga ook de kipburger doen, want die is daar heel erg lekker. Maar het is ook een lekkere lasagne, lekkere pizza's, lekkere pasta's. Ik ga nog even kijken, ik weet het nog niet zeker. Maar eerst maar hopen dat er een plekje is, want straks is het gewoon helemaal vol. Wij helemaal denken wat we gaan nemen is gewoon vol. Dus we gaan eerst even kijken. En we houden jullie uiteraard op de... Oké, Feline, we hebben het tafel gevonden, hè? Yes. Natuurlijk, wat ga jij je over de vlog gaan? Wat wil je zeggen? Nee. Wat wil je zeggen dan? Oké, ik weet niet wat ik moet zeggen. Maar ik ga dus een chicken burger nemen, jij? Wow. Ik ook. We hebben net super lekker gegeten. En ik had weer de kipburger, as usual. Maar we hebben een lekker ijsje gehaald. En ik heb dit echt deze vakantie al heel vaak gehaald. Maar ik heb het nooit aan jullie laten zien, omdat ik het elke keer vergat. Want dan had ik hem al op. Want ijs smelt natuurlijk super snel, dus je moet heel snel eten. Welke smaak ik heb is koffie, karamel en yoghurt. En yoghurt is echt mijn all-time favorite ijssmaak. En ook amarene. En gewoon alles met yoghurt is zo lekker. Dus heb je dat nog nooit geprobeerd? Ga het echt eens proberen, want het is echt heel lekker. Raad ik zeker aan. Ik ga genieten van mijn ijsje voordat hij helemaal wegsmelt dadelijk. En dan gaan we hier nog een beetje rondlopen en dan terug naar het huisje. We zijn inmiddels weer thuis en ik heb net even mijn make-up eraf gehad. Of in ieder geval de make-up die ik op had. Ik had echt een beetje mascara opgedaan omdat ik eventueel Instagram foto's wil maken. En ik had een beetje mijn wenkbrauw getekend, maar voor de rest helemaal niks. Dus dat heb ik haar afgehaald. Ik ga nu nog even de laatste dingen importeren omdat morgen dus weer een vlog online komt die van afgelopen weekend. Dus dat moet ik nog eventjes doen. Ik denk dat ik dat nu nog ga doen, anders morgenochtend. En voor de mensen die vroeg goed is met mijn kortslip. Je kan het morgen wel zien, maar hij is zo goed als weg. Ik heb hier nog een heel klein beeldje, maar that's it. Dus ik ga er zo weer crème op doen. En dan hopelijk is hij morgen of overmorgen helemaal weg. Voor nu ga ik dus nog even een paar kleine dingen doen. En dan ga ik lekker slapen. Dus tot morgen allemaal. Slaap lekker. En doei doei. Goedemorgen allemaal, het is vandaag woensdag. En ik ben net klaar met het editen van mijn weekvlog die vandaag online komt. En die weekvlog is van afgelopen weekend. Mocht je hem nog niet gezien hebben als deze video online komt, ik zal hem even linken hier in het i'tje, dan kan je hem nog checken. Dat heb ik dus klaar, ik heb alles ingepland. Gelukkig is hij ook geüpload op de wifi of nou ja, op de hotspot van de 4G van mijn ouders. Omdat eigenlijk dus nog steeds de wifi hier kapot is door de stroomstoring, door alle onweer en zo van afgelopen weekend. Dus dat is wel een beetje jammer dat we nog steeds geen wifi hebben, maar goed, we hebben heel veel 4G, dus dat scheelt. We gaan dus zo meteen naar het strand toe en ik ga er vandaag weer duiken, want we hebben duikmaskers gekocht. En het is zo vet, want normaal gesproken zwemmen wij heel veel in de zee. En dan heb je helemaal niet door dat er zoveel planten zijn, zoveel dieren onder water, zoveel vissen onder water. Dat ze best wel hoog zwemmen, heel erg dichtbij je. Dat heb je dan helemaal niet door. En als je dan gaat snorkelen met zo'n duikmasker, dan kan je gewoon zo goed zien hoeveel dieren en zo er onder water zitten. Ik vind dat best wel vet of zo om te zien, ook heel erg leuk. Dus dat gaan we vandaag sowieso weer doen. Hopen dat de zee weer wat warmer is, want dus door afgelopen weekend, omdat het niet zo chill weer was, was het vooral eergisteren.
Dus maandag heel erg koud in de zee. Gisteren was het weer wat warmer. En ik hoop dat het vandaag weer een beetje gewoon op normale temperatuur is. En het dus weer wat beter is opgeknapt. Ik ga even mijn spullen pakken. Dan gaan we onderweg naar het strand. En trouwens een update over mijn koortslip. Hij is echt bijna weg. Alleen ik had dus crème gekregen van Donna. Alleen dat is best wel heftige crème. Heb ik het idee. Of in ieder geval wel heel goed. Gaat wel heel snel weg. Maar hij is best wel heftig voor als hij een beetje aan het genezen. Want mijn lip had dus vandaag gebloed. Dat is niet heel chill. Ik heb er daarom nu alleen vaseline op gedaan. En ik hoop dat het dan weggaat. Maar goed, eerst lekker weer naar het strand toe. Mijn lippen een beetje beschermen tegen de zon. Want anders komt hij zo weer terug. En dan enjoy the day. We zijn inmiddels weer lekker terug van het strand. En ik ben even binnen. En we zijn dus de hele dag naar het strand geweest. En ik heb mijn haar wel uitgespoeld onder de douche. Daar. Maar kijk, ik heb nog steeds echt dat beachy. Van die beachy waves of zo erin. Ik vind dat zelf altijd wel leuk. Want in de zomer krijg ik altijd weer wat krulletjes. Wat meer slag erin. Het is niet echt krul, het is meer slag trouwens. Maar ik vind dat zelf altijd heel erg leuk. En ook wel ja, gewoon lekker de summer vibe erin. Ook heb ik vandaag een paar hele leuke Instagram foto's gemaakt. Ik ben blij mee. Want die kan ik dan weer lekker posten en zo. En van alles mee doen. Ik vind het altijd leuk om Instagram foto's te maken. En dan gewoon een goede ertussen te hebben zitten. En ik dan te gaan editen. En dan uiteindelijk de mooiste uit te kiezen. En ik hou daar gewoon heel erg van. Mocht je mijn Instagram trouwens nog niet volgen. Ik zal het even in de beschrijving zetten. En dan kan je hem gaan volgen als je dat leuk vindt. En ik heb even een superleuk nieuwtje. Want als ik terug ben van vakantie heb ik een paar dagen daarna alweer een superleuke meet and greet. En ik kreeg heel veel de vraag, ik heb natuurlijk vaak meet and greets, maar ik kreeg heel veel de vraag van Bo, kan je een keertje een meet and greet doen in het noorden van Nederland? Want daar heb je eigenlijk nooit meet and greets. Dus ik dacht, nou, dat ga ik gewoon voor jullie regelen. Want voor de mensen die in het noorden wonen is het natuurlijk wat chill als er ook een keertje een meet and greet bij hun in de buurt is. Vooral als hun ouders niet kunnen brengen of je niet zelf met openbaar vervoer mag of iets in die richting. Het is toch gewoon wel chill als er ook een keertje eentje bij jullie in de buurt is. Daarom heb ik woensdag 14 augustus een hele leuke meet and greet in zaal 12 in Vlag Twedde. En Vlag Twedde ligt vlakbij Groningen. En het is best wel dichtbij voor als je dus in het noorden van Nederland woont. En het is zeker een aanrader, want het is wel een van de meet and greets die ik zeg maar nu zal hebben. Ik heb namelijk niet meer meet and greets gepland op dit moment. Dus mocht je in de buurt wonen en wil je mij meeten, dan kan dat zeker weten. Je kan op deze meet and greet foto's met mij maken, maar niet alleen foto's. Want bij deze meet and greet kan je ook TikToks maken. En dat kan ik helaas niet doen bij alle meet and greets. Maar bij deze heb ik speciaal voor jullie geregeld dat we ook TikTok video's kunnen maken. Wil je nou bij deze meet and greet aanwezig zijn, dan zal ik even voor jou een linkje in de beschrijving zetten. En dan kan je via daar je tickets regelen. Oké, dat was even nieuwsje tussendoor. Gewoon, ik wil jullie dat even laten weten. Maar voor nu ga ik even mijn jurkje uitdoen. En dan ga ik nog even lekker zwemmen. Dus het is inmiddels een stuk later. Ik heb lekker gegeten. En daarna heb ik nog wat dingetjes afgemaakt. En voor nu ga ik lekker slapen. Dus slaap lekker allemaal. En tot morgen. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. En ik doe even mijn zonnebril op. Want het licht echt super fel. Daarna heb ik mijn bril opgedaan. Ik stuurde in een zijstraatje, want we staan op dit moment in Saint-Tropez weer. We gaan even rondkijken nog, omdat we het altijd wel gezellig vinden. Dan gaan we lekker ijsje halen en dan gaan we vanmiddag naar het strand toe. Ik sta hier wel een heel irritant steegje, want er staan dus allemaal auto's stil. Dus je hoort de hele tijd zo'n motor van zo'n auto. Sorry daarvoor. Ik wil nog even kijken bij Tommy Hilfiger, denk ik. Want ik wil eigenlijk nog een leuk nieuw basic shirtje, bijvoorbeeld met zo'n leuk logootje in het klein of zo. En mensen worden hier een beetje onrustig, maar ik wil eens dus even kijken of ze daar wat leuks hebben. Hebben ze daar wat leuks, laat ik het jullie even zien. Voor nu moet ik even wachten, want ze zijn bij de Solaris, bij de zonnebrillenwinkel. Want Roos en Milou willen een zonnebril, gewoon een, even een budget dingetje voor erbij. Dus dat gaan we even kijken. Ik hoop dat ze kunnen slagen. En anders gaan we nog even verder kijken. We zijn weer in Saint-Tropez en ik heb net wat heel erg leuks gekocht. Zijn we alweer onderweg naar de auto. En ik heb daar even een leuke, ja, overal noem je dat toch? Waar gaan we langs? Rechtdoor of links? Kijken. Ga daar langs. Maar ik heb dus een hele leuke overal hier gekocht van Tommy Hilfiger. En deze was in de sales. Daar ben ik super blij mee. Ik heb hem in mijn tasje. Ik zal hem straks even laten zien. Het is een witte. En volgens mij is het van Tommy Jeans. Weet ik niet zeker. Ga ik ze even kijken. En ik heb ook een lekker ijsje gehaald die Roos even vast heeft. Roos, mag ik hem? En ik heb weer mijn favo ijsmaak ever. Yoghurt, want dat vind ik zo lekker. Maar het is heel bizar. Want als je in Nederland ijsje haalt, dan haal je gewoon één bolletje voor 1 euro, 1,50 euro of zo. En hier betaal je letterlijk 3,50 euro voor één bolletje. Maar dan krijg je ook echt huge as veel ijs. Dus best wel top. We gaan nu terug naar de auto en naar het strand, denk ik. Want ik heb echt bloed, heet jij? Ik ook heel erg. Ik ben inmiddels weer terug van het strand. En nadat we terugkwamen van het strand, hebben we erg lekker pizza gegeten. Want dat wouden we zo een paar dagen achter elkaar doen. Maar het restaurant, in ieder geval het kraampje waar we telkens pizza ophalen, die is super druk en echt heel erg lekker, was telkens dicht. En vandaag was de eerste dag dat ze eindelijk weer open waren.
Dus we hebben vanavond lekker makkelijk pizza opgehaald. Dat was heel erg lekker. Gewoon lekker genieten, lekker buiten zitten. Na het strand, niet te veel drukte. En dat was heel erg chill. Na het avondeten ben ik nog even gaan zwemmen. Alleen dat was een beetje koud. Of in ieder geval is buiten niet koud. Maar ik had het heel snel koud in het water, omdat het buiten warmer is dan in het water. Dus ik vond het even niet meer zo chill. Dus ik heb niet heel erg lang gezwommen, maar daarna heb ik lekker gedoucht, mijn haar gewassen, as you can see. De reden dat ik de camera er nog even bij pakte, is vanwege dus mijn aankoopje vandaag in Saint-Tropez. Wat ik dus vandaag heb gekocht, ik weet niet echt hoe je het noemt of wat nou de juiste benaming ervoor is. Want de een noemt het tuinbroek, de ander noemt het spijkerjurkje. Ik weet niet zo goed wat het is, maar het is in ieder geval dit toffe spijkerjurkje van Tommy Hilfiger. En dit is dus de voorkant. Ik ga hem zo even beter laten zien. En dit is de achterkant. En ik vind vooral dit heel erg vet. Want als je hem dus aan hebt, je kan natuurlijk deze banden stellen. Die zitten om je schouders heen. Maar dan zie je dus achter op je rug heel tof Tommy Hilfiger. Of ik even kijken wat staat er. Tommy Jeans staat er. Ik vind dat zelf heel erg vet als je dat kan zien. En ik vind dat er gewoon heel erg leuk uitzien. En ik ben echt niet iemand die alleen maar merken koopt. Of zoiets heeft van, nou, met een merk is het beter, want als ik dit bij de Zara had zien hangen, had ik het 100% ook gekocht, omdat ik zoiets gewoon heel erg leuk vind. En ik wou dat al heel erg lang in het wit, want ik had het altijd in spijker, alleen die paste ik op een gegeven moment niet meer, droeg ik dus niet meer. En ik wilde er heel graag eentje in het wit en zag toevallig deze bij Tommy vandaag in de sale, dus dat is ook nog eens stom. Het spijkerjurkje was eerst 100 euro en er ging 20% korting af, dus hij was nu 80 euro. En ik heb hem in een maatje S, ik had ook nog een maatje M geprobeerd, want ik dacht misschien zit hij beter. Maar die was op de rug zeg maar te groot en had je hier te veel ruimte over. Dus ik ben wel blij dat ik de S heb genomen en dat die er natuurlijk nog was. Dat was de spijkerjurkje die ik vandaag gekocht heb, of tuinbroek. Of het is helemaal geen tuinbroek, ik zag geen tuinbroek. Maar ik besef me nu pas dat het gewoon een jurkje is. Maar oké, okay, whatever. Laat even jullie namen hiervoor weten in de comments, want ik ben heel benieuwd hoe jullie zoiets noemen. Ik heb geen idee, ik zit echt... Ik denk er nu echt zoveel over na dat ik het gewoon echt helemaal niet weet wat ik überhaupt normaal zeg. Maar goed, wat ik wil zeggen is, ik ga dus even dit opbergen. Ik ga even kijken wat ik eronder wil gaan doen. Ik wil denk ik eronder iets van een leuk gestreept shirtje gaan dragen of zo. Dat vind ik wel leuk. Of ja, gewoon een basic shirt of zo. Ik ga even kijken wat leuk is. Komt wel goed. Ik ga even mijn MacBook pakken. Zometeen ga ik met Roos even 2 afleveringen kijken van Ex on the Beach. Of 3. Ik weet niet hoeveel we er gemist hebben. Ik denk 2. Maar die gaan we nog even terugkijken, want die hebben we nog niet gezien. Heb ik heel veel zin in om te kijken, want ik vind het altijd heel leuk. Want eigenlijk gaat het hele programma nergens over. Maar het is toch wel sensationeel of zo om te kijken. Nou, jullie snappen allemaal de feeling die ik bedoel van gewoon Ex on the Beach kijken. Het slaat nergens op. Het heeft geen doel. Je leert er niks van. Het is gewoon leedvermaak, laten we het allemaal zo zeggen. Wij gaan eens even die 2 afleveringen kijken. Het is inmiddels al 10:30, dus dat kan allemaal prima nog. Hebben we nog genoeg tijd voor. Dus let's go. Even die afleveringen kijken. Nou, de aflevering van Ex on the Beach weer uitgekeken. En we dachten dus dat we er nog 2 hadden om te kijken. Alleen we hadden nog maar eentje. Dus dat was wel jammer. Maar goed, we hebben nu het seizoen weer uitgekeken. En dan gaan we nu weer lekker verder met Temptation Island Vips. Heb ik nog niks van gezien of één aflevering heb ik ervan gezien. Dus daar kan ik ook genoeg van nog kijken. Dus dat is wel chill dat je dan gewoon nu weer wat verder door kan kijken, aangezien ik Lekkaas de Papel ook uit heb gekeken, heb ik weer wat nieuws om te kijken. Voor nu ga ik in ieder geval lekker slapen, het is 12 uur. We hebben ook nog wat YouTube video's gekeken, dus dan kom je de avond wel weer lekker door. Ik ga dus nu lekker slapen en aangezien dit de laatste dag is van de weekvlog, ga ik bij deze ook de weekvlog afsluiten. Vond je deze weekvlog nou leuk? Doe dan even een pluimpje omhoog. Vergeet je onder ook niet te abonneren op mijn kanaal. En hopelijk tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Doei!